Meneer Van der Horst, u bent hier vandaag bij de lancering van de website zoiszuilen.nl. Waarom? Ik zit in de redactie van Zo is Zuilen. En wat gaat u dan precies doen voor de website? Ja, van alles. Dus zorgen dat, dat de website zeg maar actueel blijft. Er zit ook een agenda bij waar mensen evenementen kunnen plaatsen. En we zijn met z'n negenen. En we hebben de taken verdeeld. Ieder doet een stukje. Wat doe jij voor de website? Ik schrijf wat verhalen over Zuilen. Verhalen die zich nu afspelen in Zuilen. En dat deed ik al voor de krant en voor een andere website. En nu doe ik het alleen voor deze website. Dat is gewoon hartstikke leuk, want er gebeuren heel veel dingen in Zuilen. Heel veel positieve dingen ook in Zuilen. Het is ook erg leuk om dat ook eens te belichten. En wat ik heel erg hoop, is dat die site, nu is het een virtuele ontmoetingsplek, maar dat het ook leidt tot heel veel echte ontmoetingen in Zuilen. Mensen vanuit de wijk die kunnen activiteiten of dingen die ze te koop aanbieden of dingen die mensen zoeken op een prikbordplaats. Dat kunnen activiteiten zijn, maar ook spullen die mensen te koop aanbieden. Vanuit het Museum van Zuilen wordt er met enige regelmaat iets verteld over van wat er in de wijk in het verleden gebeurd is. Zeg maar. Nou, hier een verhaal over toen Werkspoor naar Zuilen kwam. Wie is er op het idee gekomen om deze website te beginnen? Dat was een bewonersinitiatief. Wij vonden dat dat communicatie over Zuilen erg karig was. Terwijl bijvoorbeeld in buurwijken als Ondiep en Pijlsweert best wel veel krantjes in omloop zijn. En toen hebben we gezegd, dat willen we eigenlijk zelf het heft in handen nemen. Om daar zelf als bewoner over te communiceren wat er in onze wijk gebeurt en wat ons bezighoudt. Zou u persoonlijk ook op de website gaan kijken? Ja, zeker, want ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil graag weten wat de bewoners onderling belangrijk vinden. Dat is voor mij als professional ook belangrijk. En mijn ervaring is dat bewoners die gevraagd worden door bewoners om dingen te doen of dingen aan te leveren, dat het sneller gaat dan wanneer een professional dat vraagt. Dus ik denk dat er eigenlijk nog veel meer informatie naar boven komt dan wanneer de gemeente dat vraagt. Er wonen in Zuilen natuurlijk ook nog heel veel jongeren, net als ik. Wat kunnen wij op deze website vinden? Ook als jongeren kun je een blog insturen of zeggen van nou, ik heb wel wat te vertellen over de wijk of over iets wat ik in de wijk doe. Dus dan kun je daar ook je verhalen over vertellen. Als er leuke dingen zijn, kun je de agenda vullen of het prikbord vullen. En als je ideeën hebt, dat je zegt van nou ja, dit is eigenlijk misschien missen we voor jongeren iets of we zouden iets willen, dan kan je dat natuurlijk altijd aangeven. Als ik nou zelf iets op de website wil plaatsen, een berichtje of een verhaaltje of een foto, hoe doe ik dat? Activiteiten kun je zelf plaatsen, foto's kun je ook zelf plaatsen. Als je dat niet wil of dat ingewikkeld is, dan kun je via contact mailtje sturen naar ons toe en dan plaatsen wij het erop. We hebben ook nog een link met alle belangrijke links in de wijk, zeg maar. En dat gaat van kerken tot scholen tot kunst, cultuur, groen. We proberen zoveel mogelijk dingen die te vinden zijn en die belangrijk zijn voor bewoners in de wijk op de site te plaatsen. En als mensen daar aanvullingen op hebben, graag. Zoveel mogelijk.